Ja. Jan, we staan bij de klok, maar aan deze klok zit een verhaal. Ja, daar zit inderdaad een verhaal aan. Ja, niet aan deze klok, hè, maar wel de klok die oorspronkelijk in de Angelus torentje zat. Hè. Ja, want in de Tweede Wereldoorlog, toen hadden de Duitsers koper nodig, hè, voor de munitie. En toen zijn alle klokken geconfiskeerd. Hè. En na de oorlog, toen is de grote klok, die is op een of andere wijze weer teruggekocht. Maar dat Angelus klokje, ja, dat was dan eigenlijk niet meer nodig. Maar ja, die klok, die kerk die bestaat straks 200 jaar. En we willen dat toch eigenlijk wel weer in ere hersteld hebben. Dus is de gedachte geopperd van, jongens, dat Angelus klokje, kunnen we dat niet op een of andere manier weer terugkrijgen? Dus wat is er gebeurd? Er worden nog wel eens wat kerken gesloopt, hè, vandaag de dag. Nou, en er was zo'n klokje over. Dat hebben we intussen al gekocht. En nou moet het nog weer gemonteerd worden. Want wij willen dus, als die kerk 200 jaar bestaat, dus over een paar jaar, dan willen we eigenlijk alles weer compleet hebben. Nou, en dan gaat het Angelus, wat nu dus om 12 uur door de grote klok wordt geluid, dat wordt weer overgeheveld naar het kleine klokje. Hè? Alleen, het spul moet wel gemonteerd worden. Hè? En dat kost een patiënt. Hè? En daarvoor... Vandaar deze kerstmarkt. Hè? Ja, vandaar deze kerstmarkt dus. We hebben altijd een bijzonder doel. Hè? Ja, want dat weet je in de afgelopen jaren. En dan zeggen de mensen ook wel eens van, jongens, moeten we dat nou nog wel door blijven doen? Er is altijd wel een doel te vinden. Maar aan de andere kant, deze kerstmarkt roept zoveel goodwill op bij de mensen. Zoveel gezelligheid en samenwerking. En ik denk dat dat een van de verdiensten is van deze kerstmarkt. Dus die houden we er gewoon in, hè. Hoeveel jaar doen jullie deze kerstmarkt eigenlijk al? Nou, dat is begonnen met de renovatie, ik denk 15 jaar geleden. En toen hadden we het erover met elkaar, jongens, we hebben geldinzamelingsacties. Maar toen kwamen we toch met elkaar tot de slotsom van, we moeten mensen in beweging krijgen. We moeten mensen ervan overtuigen hoe belangrijk het is dat het gebeurt. Maar hoe krijg je die mensen in beweging? Nou, door zoveel mogelijk te doen. En met elkaar mensen inschakelen, zodat mensen meewerken, mee... Mooi, hè? Mooi. Dat blijkt wel. En meevoelen, hè? Nou, en dat zie je dus eigenlijk voortdurend bij allerlei acties die we hebben. En ja, dit ook weer. Je ziet, de tent is stampvol. Bedankt.